Mark, wat een fantastische prestatie weer, hè? Ja, het was een mooie wedstrijd. Mooie finale. Het was heel spannend. Maar uiteindelijk wel de terechte winnaar, denk ik. Zeker het toernooi ziet. En zonder corners gewonnen, dus heel knap. Voor het eerst dat ze ook achterkwamen in een wedstrijd. Hoe heb jij die wedstrijd eigenlijk beleefd? Ja, best wel eng. 1-0 achter. Denk ik, nou, dan gaan die Duitsers terughangen en counteren. Maar gelukkig kwamen we redelijk snel weer op 1-1. En ik moet zeggen, ik had het wel even benauwd. Want ik denk van, het zal toch niet. Maar uiteindelijk, ja, toch wel doorgevochten op de tweede helft. Elke keer toch weer blijven pressen, meer pressen gespeeld. Ik moet zeggen, Janneke die schoof goed door. En daardoor kon ze constant druk zitten. En uiteindelijk de rechte winnaar. Waarop hebben ze vandaag gewonnen, denk je? Nou, meer lef dan de Duitsers. De Duitsers hebben constant met 4 man achterin gespeeld. En wij hebben gewoon achterin 1-op-1 durven te spelen. En Janneke die heeft het goed doorgeschoven. En uiteindelijk heel raar. Maar Duitsland had meer corners. Maar Nederland, dat vond ik wel een beter spel. Je hebt veel wedstrijden gezien. Welke speelster is voor jou de speelster van het toernooi? Ja, Naomi wel. Omdat Naomi wel een progressie doormaakt nu op middenveld. Krijgt wat meer zelfvertrouwen. En het is gewoon een mooie speelster om te zien. Dus wel terecht dat misschien een Janneke Schopman naast haar moet staan.